Heeft u iets gekocht vandaag, mevrouw? Ja, zeker. Nou, we hebben nogal wat gekocht vandaag. Wat heeft u gekocht? Even kijken. Nou ja, deze kleren die ik aan heb. En ja, we hebben meer gekocht. Van alles, van mijn kleren en zo. Kleding. Wat ik nodig had. Eigenlijk uitsluitend kleding. Ja. Ja. Ja, ik heb iets gekocht. Een nieuwe dweilsysteem. Ja. Nee, alleen mijn haar laten knippen. Ja, ze heeft net 25 centimeter van haar gedoneerd aan Kika. Hansaplas 1, vitamine tabletten. Ja, dan moet ik eigenlijk bij mijn vrouw zijn. Maar shirts en broeken. Vestjes, een shirt, een trui. En wat heb jij gekocht? Accessoires. Leuke sieraden en haarbandjes. Ja, oorbelletjes. Een scheerapparaat. Inktcartridges, allerlei babyhapjes, lamineerhoezen, sapje. Multivitamines. Ja. Bent u er blij mee? Nou, dat moet nog blijken, maar ik denk het wel, ja. Had u het nodig? Ja, dat zeker. Hoe komt dat? De oude dweil was versleten. De oude dweil? Ja, het systeem, al zo'n systeempje, dat was helemaal op en... Het viel uit elkaar, dus tijd voor een nieuw. Hoe kwam je op dat idee om dat te doen? Het was een vrij impulsieve actie. Ik wilde het graag kort knippen en ik had het gevoel als ik het zou doneren dat ik er minder spijt van zou krijgen. Had je die nodig? Nee. Kast vol kleding. Zijn shop verslaafd. Ja. Ja. Ja, ik of mijn dochter inderdaad. U lacht er een beetje bij de vraag of het echt nodig is. Ja, ik zat even na te denken van klopt dat, heb ik echt alles nodig wat ik heb gekocht? Of was er iets wat toch ook wel gewoon leuk was om te kopen, maar we hebben het nodig. Ook daarvoor moet ik u verwijzen naar mijn vrouw. Maar uiteindelijk is het wel heel leuk geworden en ze is er heel blij mee, toch? Toch een beetje wennen. Waarom? Ja. Omdat wij wel graag weer eens wat leuks wilden om aan te trekken. U had dat niks meer? Moederdag. Ja, we waren nog wel, maar ik wil wel graag weer wat nieuws. Had u de kleding nodig? Nee. Heb je die nodig? Ik voel dat het wel helpt. Hoe helpt het je dan? Ja, met energie of met je huid of je haar. Of, zeg wat helpt, dat is soms wel one in mind, maar ja. Waarom had u dat nodig? Omdat de kleine heeft haar hand gebroken. Dus we hadden een leuke plas daarvoor nodig. Om als ze moet douchen. Ja, en de vitamine, waren op. Ja, het was meer gewoon was een beetje grote dag geweest. Dus, hè? Dus, weer een rijtje voor onszelf. Even met z'n tweeën. Het was vandaag een klote dag. Ja. Zei je dat? Ja. Nou, gisteren was het al een beetje een moeilijke dag. Gisteren. Mag ik vragen wat er zo vervelend was? Van mijn vriend, het is uit met mijn vriend. Het is uit met je vriend. Dus vandaag was een beetje troost kopen. Ja, dat is wel. Heeft het geholpen? Ja, op zich. Best wel. Ga jij nog iets kopen vandaag? Vandaag niet, nee. Okay. Al het geld uitgegeven aan de haar. Had u de schoenen nodig? Nee. Kunt u dan verklaren waarom ze toch koopt, terwijl u het niet nodig heeft? Ja, dan heb ik wat anders. Dan is het goedkoop. Dus, maar ik koop het niet per se omdat het een aanbieding is. Ik koop die aanbieding omdat ik al genoeg schoenen heb. Ja, is geen logische verklaring, maar zo zit het wel in elkaar.